En dan heb ik dat interview gedaan. Dat kwam dan via de hoofdredacteur bij mij terug en is nooit gepubliceerd geweest. Het werd ook gezegd, wij kunnen dit niet publiceren. Terwijl het wel goed was. Het was in orde. Want ja, dat was niet de kwestie. De kwestie was, wij kunnen dit niet publiceren, want als mensen dit lezen, gaan ze de maatregelen misschien niet meer zo goed volgen. En dan hebben wij misschien dat op ons geweten. En de overheid heeft het toch goed met ons voor. Dat vond ik echt een rare uitspraak. De overheid heeft het goed met ons voor. Ik vind dat niet ik vind dat niet per definitie dat dat zo is. Want je moet dat altijd blijven onderzoeken als journalist. Je doet aan waarheidsvinding. En je gaat er niet klakkeloos vanuit dat een overheid het goed met je voor heeft. Dat is voor mij kantelmoment geweest. Toen dacht ik van, dit is, hier klopt iets niet. Ze is reisjournalist, nam twee keer deel aan Expeditie Robinson en auteur van diverse boeken, waaronder Een jaar in Andalusië, waar ze inmiddels ook al 13 jaar woont. Ik heb het over avonturier Jacobien Huisman, die door de coronacrisis een andere weg is ingeslagen. Zo kwam ze op het idee om een zesdelige documentaire serie te maken in Andalusië met zes bekende wetenschappers uit Nederland en België, waaronder Maurice de Hond. We gaan het complete zesluik hier exclusief uitzenden en vandaag spreek ik met Maurice, die heeft mogen meewerken aan de serie Onder de Spaanse Zon. En uiteraard spreek ik met initiatiefnemer Jacobien Huisman, die speciaal voor de promotie naar Nederland is afgereisd. In tegenwind ontvangen journalisten Jacobien Huisman en Alain Grootaerts in Andalusia zes wetenschappers die tijdens de coronacrisis een storm van kritiek moesten trotseren omwille van hun professionele visie. The preservation of our freedom is everyone's concern. Zes portretten van en één ronde tafelgesprek met wetenschappers die zich staande hielden bij veel tegenwind. Over de coronacrisis en de toekomst van onze maatschappij. Deze uitzending eindigt hier. En dat is misschien maar beter ook. Want het moet stoppen met de censuur. Klik op de link onderin en kijk verder vanaf onze website.